Op 27 oktober lanceert het Studentenoverlegorgaan Zwolle de nieuwe website huisvestingsklachten.nl. Deze website kunnen studenten op een hele laagdrempelige manier hun klachten melden. Het kan te maken hebben met onderhoud, achterstallig onderhoud. Het kan te maken hebben met een conflict dat je hebt met je huisgenoten of je huurbaas. Voorwaarde is wel dat het al een tijdje loopt, dat je er zelf iets aan hebt gedaan en je komt er gewoon niet uit. Nou, dan kun je je klacht indienen op de website en dan nemen wij het, voor zover jij dat wil, van je over. En waarom zijn jullie gestart met deze website? Nou, omdat het heel veel voorkomt dat studenten een heleboel klagen, maar eigenlijk niet de weg weten naar de juiste instanties waar ze bijvoorbeeld een huurverlaging kunnen aanvragen of naar de rechter toestappen om uiteindelijk die verhuurder zover te krijgen om ook daadwerkelijk iets te doen aan je klachten. Maar op welke manier wil de SOOS de klachten van de studenten gaan oplossen? Ja, dat ligt heel erg aan de aard van de klacht. Als je het hebt over achterstallig onderhoud, dan is dus een van de eerste vereisten dat de student zelf heeft geprobeerd om er iets aan te doen. Nou, hij kan via die website ook bijvoorbeeld een brief of een e-mail die hij heeft verstuurd uploaden. Nou, dan kunnen wij daarachteraan nog eens een brief sturen van nou, en nu is het ernst, wij bemoeien ons ermee, bereid je voor. Nou, dan hopen we natuurlijk dat we daar reactie op krijgen. Maar als het niet zo is, dan gaan we proberen om via de huurcommissie of het kantongerecht een huurprijsverlaging te bewerkstelligen. Of het onderhoud te laten uitvoeren. Moet de student het zelf betalen en kan hij dat voor ons op zijn huur inhouden. Dus je geeft aan, als de huisbaas niet bereid is om mee te werken, dan gaan jullie verdere stappen ondernemen? Ja, absoluut. Ja. Niet meewerken is eigenlijk geen optie.